Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naïda Aurangzeb. We staan aan het begin van een hete politieke week, want morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen. En zal de oppositie de regeringsploeg stevig aan de tand voelen. Ondertussen kijken wij gewone burgers angstig naar de toekomst. Hebben we over een tijdje nog wel een baan? Krijgen we ooit een vast contract? Zit de maatschappij wel te wachten op mijn kwaliteiten, of heb ik toch echt de verkeerde opleiding gekozen? Dat zijn de dingen die ons bezighouden. Want de toekomst, die is onzeker. De arbeidsmarkt, die is grillig. Welke kant gaan we op? En misschien het allerbelangrijkste, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Ik praat hierover met arbeidsmarktexpert Ton Wildhagen, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Ja, en u kunt ook meepraten zoals iedere dag. En vandaag kunt u meepraten over die nieuwe arbeidsmarkt. Uw eigen flexibiliteit en de mobiliteit die u wel of niet heeft. U kunt bellen 0800-1121. Mailen kan lijn1@ntr.nl. Twitteren kan #lijn1. Via de website van Lijn 1 kunt u ook meeluisteren. Dit is Lijn 1. Nine to five hoorde u Dolly Parton. En we praten zo hier in de Lijn 1-bus in Tilburg over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van vandaag de dag, maar ook die van de toekomst. Maar eerst een opvallende sollicitatie. Want gisteren hadden we het over de kandidaten voor het burgemeesterschap van Utrecht. Met onder andere toen in de bus oud-wethouder van Utrecht, Jet van den Berg. Ja, en zij solliciteerde gisteren vlak na onze Lijn 1-uitzending op de valreep op de vakante burgemeesterpost. En ze hangt nu aan de telefoon. Goedemorgen, Jet. Goedemorgen. Gisteren vertelde je live in de uitzending van Lijn 1 op Radio 1 dat je niet ging solliciteren. Omdat je dacht dat je als partijloos burger geen kans had. Maar nu ben je toch van mening veranderd. Nou ja, we hebben natuurlijk na de uitzending ook nog met jullie zitten praten. En nog wel wat andere bewoners uit Zuilen. En nou ja, ik blijf van mening dat het een hele kleine kans is. Maar onder andere jullie zijn ook van ja, als je niet reageert, dan blijft de situatie zoals die nu is. Dus wij hebben jou onbewust, bewust aangemoedigd. Nou ja, ik vond wel een aantal argumenten van als je dus niet reageert en eigenlijk je hoofd direct in de schoot legt, dan blijft de situatie zoals die is. Terwijl we gisteren in de bus ook heel duidelijk met elkaar uitspraken van eigenlijk is het de procedure niet meer van deze tijd. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik had er natuurlijk al heel, ik had er wel ook echt over zitten nadenken. Maar toen, nou ja, met jullie, maar ook naar de hand nog een aantal van die bewoners, dacht ik, nou ja, goed. En toen was het eigenlijk zo getypt dat ik denk, ik doe het toch. Ja. En ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan, maar we kunnen wel een beetje prikkelen. Ja, en je hebt toen heel snel een brief geschreven. Hey, maar als we kijken naar artikel 3 van de grondwet, hè, die zegt dat alle Nederlanders kunnen solliciteren als er een burgemeesterpost vrijkomt. Dus ja, je kan zeggen, de wet die staat aan jouw kant. Ja, de wet staat aan mijn kant. En toch blijf ik van mening, het is een heel erg politiek uitruilspel. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen geen lid meer van politieke partijen. Dus in die zin zou het heel mooi zijn als er voor Utrecht een uitzondering wordt gemaakt dat een partijloze burgemeester en een vrouw burgemeester wordt van de mooiste stad van het land. Heb je de juiste papieren, Jet? Ik vind van wel. Ik heb natuurlijk al in de stad ben ik al wethouder geweest, ik ken de stad. Mm-hmm. En ik weet wat hier speelt, zowel in het klein als in het groot. En er zijn wel een aantal dingen waar ik me zorgen over maak in de stad. Ja, nou dan gaan we het meteen even testen. Wat is het grootste probleem op dit moment in Utrecht en hoe ga jij dat oplossen? In twee zinnen. Wat ik zag heel erg ben, is dat misschien niet in de portefeuille van de burgemeester zit, maar wel als een zwaard van Damocles boven de stad hangt, is
het verknopen van het stationsgebied met de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum. Het Rijn Centrum moet een heel erg groot winkelcentrum worden in Leidsche Rijn. En ja, er zijn contractuele afspraken over gemaakt. Maar ja, die zijn een kleine 10 jaar oud en de wereld is echt veranderd. Ja. Ik heb daar ook nog niet direct een oplossing voor, want het gaat echt over heel veel geld en grondposities. En vaak is het natuurlijk zo dat wie het eerste een contract breekt ook gaat betalen. Ja. Hoe groot acht je de kans, want kijk, of je het wordt of niet, dat is nog ten tweede. De eerste uitdaging is, word je überhaupt uitgenodigd voor een gesprek? Ja, daar ga ik vanuit dat dat wel gewoon gebeurt. Zo, kijk, ze kunnen natuurlijk wel zeggen, nou, je was te laat. Er was gisteren een hele discussie op Twitter over. Mm-hmm. Maar ik ga ervan uit dat de commissaris van de Koning gewoon mij zal willen spreken, omdat je bent toch een oud-bestuurder van Utrecht. Ja. Dus dat zou heel raar zijn als die direct zou zeggen, nou, die dame wil ik niet zien. Ja, en heeft het dan nog zin voordat je, dus je gaat ervan uit, je wordt uitgenodigd voor dat kennismakingsgesprek, het gesprek waarop jij kunt toelichten waarom jij denkt dat je de juiste burgemeester voor Utrecht bent. Ga je daarvoor nog lobbyen in Den Haag? Nee. Jij te... Nee. Ik speel het open. Zoals nu ook bij jullie in het programma. En het staat in de kranten. En mensen in Utrecht kennen mij. Een aantal mensen in Den Haag kennen mij ook. Ja. En ik vind dat ik het daarmee moet doen. En ik ga niet allerlei partijen af om te zeggen, bied mij deze kans. Ja. Ik stel ook een visie uit. And what you see is what you get. What you see is what you get. En in dat kader, what you see is what you get, heb jij ook jouw sollicitatiebrief, die heb jij naar ons gemaild en gezegd, zet hem maar bij jullie op de website, zodat iedereen kan lezen wat ik heb geschreven en wie ik ben. Nog één laatste vraag. Ja. Het is eigenlijk geen vraag, maar ik geloof een afspraak die mijn eindredacteur Barbara en ik gisteren met je hebben gemaakt. Overal waar je naartoe gaat in het paars, toch? Ik versta even heel slecht. Wat zeg je? Overal waar je naartoe gaat in een paarse outfit, toch? Dat wordt de kleur van Jet. Ja. Ja, dat is een soort tik. Heel goed. Ja, het is een hele onschuldige tik, denk ik zelf. Hey Jet, heel veel succes. Wij horen heel vaak, krijgen wij mailtjes en tweets, dat wij niet partijdig moeten zijn. Maar bij deze, we don't care, wij zijn wel partijdig. Wij gaan voor Jet als burgemeester van Utrecht. Hou je ons op de hoogte? Okay. Ik hou jullie op de hoogte, uiteraard. Dankjewel Jet. Hartstikke leuk. Oké, heel veel succes. Dank je, hoi hoi. Terug in de bus. Tegenover mij zit Ton Wildhagen, arbeidsmarktexpert en hoogleraar hier aan de Universiteit van Tilburg, waar we ook voor de deur staan. Jet, typisch een voorbeeld van iemand die kan werken, wil werken, geknipt lijkt voor de baan, maar de werkelijkheid die spartelt nog tegen. Wat vindt u daarvan? Uiteindelijk gaat het erover dat mensen met de juiste competenties op de juiste plek komen. En als zij die heeft, ja, dan moeten er geen belemmeringen zijn als ze de beste kandidaat is om in aanmerking te komen voor die functie. Maar het punt is wel natuurlijk, en daar ging het net ook even over, hoe kan je dan laten zien dat je die vaardigheden hebt? En dat is een belangrijk iets op die moderne arbeidsmarkt. Je moet mensen veel beter documenteren. Want mensen kunnen veel meer dan hun laatste diploma of laatste functie uitwijst. Maar we hebben nog geen systeem om dat inzichtelijk te maken, waardoor sommige mensen niet in beeld komen. Even, wat betekent dat precies? Je moet mensen beter documenteren? Nou, kijk, als jij dingen kunt die verder gaan dan de functie die je deed, en ja, die verder gaan dan je laatste diploma, wat bij veel mensen soms 20, 30 jaar oud is. CV, wat we allemaal al hebben, toch? Ja, maar dat klassieke CV geeft te weinig informatie. Dat vertelt te weinig over wat die persoon kan. Stel, iemand is al 10 jaar voorzitter van de duivenvereniging of penningmeester. Die heeft een heleboel informatie opgedaan, maar dat staat niet op je laatste diploma, want dat is heel oud. Nee, maar dus, als je gaat solliciteren, even heel praktisch. Ja. Als ik ergens ga solliciteren, dan stuur ik een brief op en, ja, een sollicitatie en mijn cv. Ja. Ik zorg altijd voor dat ik in mijn cv, afhankelijk op welke baan ik solliciteer, nadenk wat ik daarin zet als competenties, als ervaring. Ik zet toch echt wel meer daarin dan alleen mijn diploma. Dat begrijp ik, hè, maar er zijn intussen systemen, en dat noemen we e-portfolio's, waarin je dat veel systematischer kan doen. En het mooie is als bedrijven ook veel meer op competenties en vaardigheden gaan selecteren. Hè, dus niet alleen maar zeggen, we zoeken zo iemand voor die functie, maar wat voor iemand.
dan spreken ze dezelfde taal en dan wordt het een stuk concreter. Dus er zijn allerlei, dat is het goede nieuws. Dus, de scholen kunnen dus ook mensen veel meer een competentieoverzicht meegeven wat je systematisch kan gebruiken als je voor een baan in aanmerking wilt komen. En het gaat verder dan een cv en het gaat verder dan alleen maar zelf wat opsommingen geven. Je kan dat ook gewoon hard maken. En dat is iets wat we de komende tijd moeten doen. En hoe ga je dat hard maken? Nou, dat kan je dus doen door een e-portfolio aan te maken. Eigenlijk een elektronisch cv. Maar daar kan je ook de competenties die jouw opleiding jou heeft meegegeven, die kan je daarin opslaan. En daardoor kun je jezelf veel beter in de etalage zetten van de arbeidsmarkt. Er zijn mooie voorbeelden bijvoorbeeld van de burgemeester van Schijndel, niet zo ver hier vandaan. Die is burgemeester geworden dankzij haar e-portfolio. Die had helemaal niet het idee dat ze dat zou gaan worden. Maar dat wat zij kon paste heel goed bij wat voor dat ambt gevraagd. Maar even voor mij dan en voor de luisteraars die denken e-portfolio hartstikke goed, dat ga ik meteen doen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Waar kun je dat maken? Waar is dat? Dat zijn allerlei aanbieders. Denk even aan LinkedIn, wat veel mensen kennen. Nou, en dat is eigenlijk dan weer een verdere stap. Bij LinkedIn schrijf je zelf op wat je denkt dat je kunt. Maar in die e-portfolio's kan je allerlei informatie opslaan. Ook van anderen, bijvoorbeeld van collega's, hoe die over jou denken wat jij kan. Dus dat kan je een stuk harder maken en een stuk sterker dan een gewoon cv. Ja, denk ik goed. Dat gaan we nu allemaal doen. Een e-portfolio, LinkedIn doen we al. Maar er zijn geen banen, of het wordt constant gezegd, er zijn geen banen. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem. Het aantal banen en vacatures is behoorlijk dramatisch afgenomen in Nederland de laatste tijd. Aan de andere kant, elke dag ontstaan er nieuwe banen. Dus de optelsom van de banen die weggaan en de banen die komen, die is negatief. Maar dat wil niet zeggen dat die arbeidsmarkt totaal onbewegelijk is. Dus er zijn wel degelijk ook steeds banen en mogelijkheden. En de kunst is natuurlijk dat mensen die daarvoor passen en die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, dat ze die banen zien. Maar de werkloosheid stijgt intussen. En dan hebben we het niet eens over de jeugdwerkloosheid, die, kun je toch ook wel zeggen, dramatisch is. Die is dramatisch, klopt. Dus hoe verklaart u dat dan? Dat is een soort tegenstrijdigheid, hoor ik. Nee, maar de werkloosheid is natuurlijk de optelsom van banen die verdwijnen en banen die ontstaan. En die is nu negatief, die som. Maar dat wil niet zeggen dat er geen banen komen. Want mensen die stoppen met werken, die worden vervangen. Mensen gaan met verlof. Dus er is nog steeds dynamiek. Maar die dynamiek zit op een lager niveau dan we zouden willen. En wat moet de overheid dan doen om ervoor te zorgen dat die dynamiek... Okay, wat de overheid kan zelf geen banen creëren, maar kan wel proberen de condities zo te maken dat bedrijven minder aarzelen om te zeggen van nou, ik zit toch wel te denken om uit te breiden, maar ik durf dat niet, want ja, kan ik nou echt iemand in dienst nemen of niet? En bedrijven hebben vaak dat laatste zetje nodig. En dat doen ze ook als ze zeggen van hey, en er is ook een goede kandidaat. Er is een jongere of een ouder die dat zou kunnen. En ik denk erover. Nou, en dan moet je eigenlijk zorgen dat dat bedrijf toch die stap zet om wel degelijk dan die banen te... En hoe zorg je als overheid daarvoor? Nou ja, een van de problemen op dit moment is dat bijvoorbeeld MKB-bedrijven, dus de midden- en kleinbedrijf, dat is toch de banenmotor. Want grote bedrijven zijn toch meestal niet meer aan het uitbreiden, de allergrootste bedrijven. Maar die bedrijven hebben op dit moment te weinig kredietmogelijkheden. Dus die zouden meer willen doen, die willen een stap maken, die willen bijvoorbeeld gaan exporteren naar Turkije of Azië. Maar door de bankencrisis en de financiële crisis worden ze ontzettend kort gehouden. En dat belemmert ook de banengroei op dit moment. Ja, als ik u dat zo hoor, hè, dan denk ik even aan mezelf en aan mijn collega's en alle andere mensen die op dit moment ook in de omroepwereld, maar ook daarbuiten, vrezen voor hun banen. Denk ik, ja, hier kan ik natuurlijk allemaal niks aan doen. Dus wat kan ik doen als gewone burger om ervoor te zorgen dat ik toch de kans dat ik mijn baan hou of een andere baan, dat er iets rooskleuriger uit gaat zien? Kijk, wat mensen zelf kunnen doen is vooral zorgen, dus waar we het net over hadden, dat je goed in de etalage staat. Dat alles wat je kunt, maar ook wat je zou kunnen, dat hard gemaakt wordt. Want anders dan zit je toch te beperkt in die etalage. Ten tweede, en dat zie je ook in studies gebeuren, mensen moeten zorgen dat ze ook bredere vaardigheden hebben. Dat je bepaalde specifieke kennis nodig hebt, dat is duidelijk. Maar je moet het steeds meer hebben van, ja, ook weer van zeg maar competenties. Dus kunnen communiceren, kunnen presenteren. Allerlei zaken die je niet in één studie per se leert. Dat is niet een opleiding. Maar elke opleiding zou ook die bredere vaardigheden moeten aanmoedigen. Dat mensen dus meer mogelijkheden hebben op die arbeidsmarkt. En bij jongeren kan ik me daar nog iets bij voorstellen. En zeker die nu net aan het studeren zijn. Ja. Maar mensen die wat ouder zijn, moeten die dat dan nog allemaal gaan leren? Is dat wat u ze aanraadt? Nou ja, die kunnen natuurlijk wel duidelijker maken wat ze al kunnen.
En die kunnen natuurlijk... mensen zijn niet uitgeleerd. Het is een sprookje dat mensen na hun 50ste niet meer zouden kunnen leren of alleen maar inleveren. Dat is intussen achterhaald. Ja. Maar je moet natuurlijk dan wel met name oudere mensen helpen om die stappen te maken. Maar dat kan je op allerlei manieren doen. Een van de, en dat is niet nieuw, maar een van de manieren is om ouderen aan jongeren te koppelen. Want jongeren brengen dan nieuwe, vooral ICT-kennis in en social media. Ouderen hebben de ervaring. Als je oud en jong samen laat optrekken, dan krijg je ook meer dynamiek. Ik heb een oudere aan de telefoon, 73 jaar. Goedemorgen. Ja, je spreekt nog hetzelfde, maar ik heb de neiging om me een oog te geven. Dus iemand maar inbreken als ik te ver doorga. Dat maar is goed. Wat we nu zien, dus, de laatste tijd hoor ik dat op de, van de VVD is radio. Ze willen net als in Duitsland, dat 10 jaar geleden is ingezet. Dat was de agenda 2010, dat is onder Schreuder. En met Peter Hart, de arbeiders van de VVD. Wat willen ze? De Volkswagen. Hebben ze dus regels getroffen waardoor je een baantje aan moet nemen. Een slidejob, dus een tweede job, een minijob wordt genoemd. Je ziet dat ook daar gebouwtjes staan met minijobs, dus met een groep mensen ervoor. En dan kan je maandelijks niet meer dan €450 verdienen. En ik heb dan ook nog jobs, een marktjob. Dus dan heb je een uitkering, heel laag. En dan krijg je, mag je voor 1 euro per uur mag je gaan werken. Ja, de verbinding... Ja, sorry, dus wat ik ga u even onderbreken. Ja. Wat u zegt is, we moeten een tweede baan erbij. We worden eigenlijk gedwongen om een extra baantje erbij te nemen. Ja, net als in Amerika en in Duitsland is dat zo. Ja. En bij de VVD is de roep om het hier ook te doen de laatste 2 maanden. Okay. En die participatiemaatschappij, dat is eigenlijk de aanloop om het ook hier te gaan doen. Dus een mens en die man heel die goed. Daar hier zit, ja, het zijn een aardige man. Maar ja, ik ga, dank u wel, Ton Wildhagen. Deze beller die zegt van ja, die wijst op wat in Duitsland gebeurd is. Duitsland heeft arbeid goedkoper gemaakt. En met name zijn er dus banen gekomen die heten minijobs, waar je geen premies over hoeft te betalen. Dus dat is voor werkgevers goedkoop. En waar mensen dus inderdaad heel weinig inkomen aan overhouden. Dan wordt dat wel weer met subsidies goed gemaakt voor een deel. Of met toeslagen. Want je kan in Duitsland ook niet van €450 leven. Maar dat is de keuze die Duitsland heeft gemaakt. Voor een deel heeft men daardoor veel mensen aan het werk. Maar ook in Duitsland is het protest tegen dat dit wel hele laagbetaalde banen zijn, is groot. Dus Duitsland is op dat punt doorgeschoten. Maar heeft op die manier wel een heleboel ouderen aan het werk. Maar dan krijg je dus kom je voor de keuze te staan, vind je dit acceptabel? Dat er van alles te winnen is, is duidelijk. Want kijk, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, wat een enorme ontwikkeling is, zijn de 65-plussers die weer gaan werken. Er zitten nu al 140.000 65-plussers zijn aan het werk. Hier ook in de bus zie ik nu. Dus... En dan vraag je af... John doet dit als hobby overigens. Dat is hobby natuurlijk. Maar je vraagt je af, hoe kan dat dan? Nou, die mensen hebben al een AOW. Die hebben een soort basisinkomen. Ja. En die zijn verder niet zo goed, niet duur. Die hebben niet de ontslagbescherming van de 65 min. Dus leeftijd is niet het punt. De prijs van arbeid is een punt. Maar inderdaad, wat de beller zegt, Duitsland is op dat punt wel heel erg naar beneden gezakt. En dat is niet de richting die Nederland moet kiezen. Nee. Maar je moet wel kijken naar de prijs van arbeid, absoluut. Ja. En die prijs van arbeid, hè, iets wat ik las dat u in een interview zei en sindsdien mij erg bezighoudt, is... U zegt, wij moeten straks meer uren gaan werken voor minder geld. En nou dacht ik toch dat ik het eindelijk voor elkaar had dat ik meer kon werken... Nee, minder kon werken voor meer geld. Minder werken voor meer geld. Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Dat hebben we heel lang geloofd. Ja, ja zeker. Maar we hebben rekening te houden met dat we toch zitten in een situatie van vergrijzing en ontgroening. Er komen echt steeds minder jongeren. Door de crisis is de geboortegroei nog verder afgenomen. En dat betekent als je de voorzieningen op peil wilt houden die we nu hebben. Dus de hele welvaartsvoorzieningen, de verzorgingsstaat. Nou, of die nou participatiestaat heet of niet. Maar je hebt een aantal voorzieningen nodig. En er zijn steeds minder mensen die de voorzieningen kunnen opbrengen. Omdat er naar verhouding steeds meer ouderen zijn. Nou, daar wil je ook voor zorgen. En nu werken we heel weinig. We zijn heel productief in Nederland. Maar je zult, kan het niet alleen van die productiviteit. Maar wij vonden heel lang ook, hebben we ook hard voor gevochten, onze vrije tijd heel belangrijk. Ja. Soms zeiden ook, we zijn een vrije tijdssamenleving. Nou ja, we worden wel een vrije tijdseconomie genoemd in het buitenland. Maar dat houden we dus niet meer vol. Dat kunnen we op termijn niet volhouden. En dat betekent met name dat je eigenlijk hoopt dat vrouwen een paar uur meer gaan werken. Want we zijn wereldkampioen deeltijd werken.
op dit moment werkt dat nog. Maar je moet er toch rekening mee houden dat er wat meer uren in moeten komen. Want je kan niet die productiviteit eindeloos opschroeven. Die groei van die productiviteit neemt af. Dat betekent toch dat je aan de urenknop wat moet draaien. Ja, en als u dat zegt, denk ik, en zeker met die vrouw. We hebben het vorige week ook in het nieuws gezien. Dat er ook heel veel gezinnen in Nederland zijn. Met name vrouwen die stoppen met werken. Omdat ze zeggen, dat hele inkomen van mij gaat naar die ongelooflijke dure kinderopvang in dit land. Ja. Dus leuk. Vrouwen willen best meer gaan werken, maar dan moeten de voorzieningen er ook zijn. Want je moet iets met die kinderen. Nou ja, dat klopt. Nederland vaart al heel lang een zwabberkoers met wat betreft kinderopvang. En kinderopvang is in Scandinavië is gewoon een basisvoorwaarde. Dat wordt gewoon geregeld. Dat kost ook niks. En hoe je het nou betaalt of hoe je het ook inricht. Maar als je op deze manier steeds mensen ontmoedigt, dan gaat het nooit gebeuren. En dat is heel typisch dat we niet erin slagen om een goede betaalbare kinderopvangregeling neer te zetten. Dat we dan steeds weer wisselen. Dan moet het zo, dan moet die betalen. En dan zo krijg moeilijk je dus moet dat het niet. Toch niet zijn? Waarom slagen we daar niet in? Ja, omdat we dat toch niet belangrijk genoeg vinden. Omdat we ook denken dat je daar weer op kan bezuinigen als het crisis is. Je ziet op dit moment dramatisch hoe de kinderopvangorganisaties omvallen. En de ontslagen in die sector. Maar niet omdat er minder vraag is, maar omdat mensen nu noodgedwongen zeggen van dan stop ik wel met werken. Of ik ga minder werken en dan doe ik het wel zelf, want ik kan het niet meer betalen. Nog iets anders, ook een term van u. U zegt we moeten van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ja, ik zeg het iets preciezer. We gaan van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dus ik zeg niet, je moet de zekerheid van een baan inwisselen voor werkzekerheid. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling is wel dat die arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt. En dan even uitleggen, wat is dat precies? Wat is dan baanzekerheid en wat is dan die werkzekerheid? Nou, baanzekerheid is de zekerheid dat je de baan houdt die je nu hebt bij dezelfde werkgever. Werkzekerheid is breder. Het is de zekerheid dat je aan het werk komt. Dat je aan het werk blijft. En je kan ontwikkelen op de arbeidsmarkt, maar niet noodzakelijk in dezelfde functie bij dezelfde werkgever. Dus dat is een breder begrip. Nou kan je zeggen, laat iedereen die baanzekerheid houden. Nou, als dat zou kunnen, prima. Maar dus die baanzekerheid, om het even, is een 9-to-5 job met een vast contract. En daar word ik oud en dan krijg ik een groot feest aan het eind van mijn leven. En daar waren veel organisaties, hè, bij Philips of bij de gemeente, werkte dat vroeger zo. Ja. Maar op het moment dat het niet meer werkt, vind ik dat je iets moet doen om die bredere zekerheid te ontwikkelen. Ook al is dat moeilijker en is dat nooit te garanderen. Maar je moet hoe doe je dat dan praktisch, werkzekerheid? Bijvoorbeeld, wij werken hier nou als redacteuren, journalisten. Ja. De kans dat wij straks onze baan hebben is klein. Onze collega's, ik gewoon alleen al kijk naar ons. Ja. Rien heeft 3 keer een contract gekregen. De 4e keer gaat dat niet door. Bas, die zit daar, die doet heel hard zijn best. Zorgt ook voor heerlijke koffie, die moet weg. Ja. En voor mij en voor Barbara geldt hetzelfde. Onze chauffeur, die dus boven de 65 is, werkt via een uitzendbureau. Waarvan ook maar de vraag is hoe lang het uitzendbureau blijft te bestaan. Kortom, onzekerheid. Hoe kunnen wij naar die werkzekerheid toe? Ja, je moet even kijken naar de basis van hoe komt dat nu. Want Nederland is wel redelijk atypisch wat betreft die ontwikkeling van die flexibilisering van de laatste tijd. Dat heeft er vooral mee te maken dat wij het gewone vaste contract, dat hebben we heel duur gemaakt in Nederland. Je moet ook mensen die ziek zijn 2 jaar lang doorbetalen. We hebben dat nooit gemoderniseerd, omdat we dat niet durfden, want daar konden we niet over praten. Als je dat niet doet, dan gaat daaromheen krijg je een heleboel flexcontracten die jullie ook allemaal hebben. Want werkgevers zijn als de dood om iemand in vaste dienst te nemen. Dus daar is het in Nederland mee begonnen. Als je dat had gemoderniseerd, hadden we nu niet dezelfde type flexibilisering die we nu meemaken en waar jullie ook mee te maken hebben. Want dan zouden bedrijven zeggen, oké, je krijgt bij mij een normaal contract, maar je moet er niet op rekenen dat dat voor het leven is. En als het ophoudt, houdt het op. Dat is ook de bedoeling. Een vast contract is niet een contract voor het leven. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk van, we gaan wat doen en we weten niet wanneer het eindigt. En als het eindigt, dan moet het gewoon eindigen. Dat hebben we in Nederland niet kunnen regelen. Dus we hebben het eigenlijk steeds zwaarder gemaakt, dat contract. Ja. Met hoge ontslagvergoedingen. Met nog eens een keer, als mensen ziek zijn, dat je ze 2 jaar lang moet doorbetalen. De vraag is of je dat nog kan terugdraaien. Als dat zou kunnen, zouden jullie al geholpen zijn. Want dan hadden jullie nu een gewoon contract, hè, voor onbepaalde tijd. En als het zou ophouden, dan zou er opgezegd worden. En dat omdat dan onze werkgever meer geld had overgehouden. Nou, dan had die werkgever, die had dan jullie gewoon in dienst genomen en gezegd van, kijk, op het moment dat het niet meer lukt, ja, dan stopt het. Maar goed, dan lukt het niet meer. Dus eigenlijk, maakt niet uit, eind van het verhaal is hetzelfde. Het lukt niet meer en we staan op straat. Ja. Wat is dan die werkzekerheid? Nou ja, die werkzekerheid, die moet je dus zien als de zekerheid dat je een veilige overstap kan maken. We staan hier, ik zie niet een zebrapad, maar je moet mensen helpen. En mensen moeten zichzelf proberen zo toe te rusten dat ze een volgende overstap kunnen maken. Nou, waar heeft dat mee te maken? 1 is natuurlijk met wat je kunt. Dus je moet voldoende geschoold zijn. We hebben nog 1 minuut.
tot slot. Je moet voldoende geschoold zijn om eigenlijk al op voorhand te weten van ik kan ook die kant in. Okay. Maar je moet ook weten welke kant. Dus ook de informatie is belangrijk. Ik moet afronden, dus eigenlijk niet ons erbij neerleggen, maar leren en zelf ook kijken wat we eraan kunnen doen. Juist. Dankjewel. En anders zegt Barbara, kunnen we in de kassen werken? Dat kan Barbara, ik niet, want ik heb geen groene vingers. Dus ik zal iets anders moeten leren. Dankjewel. Dit was lijn 1 voor vandaag. Morgen zijn we er weer ergens in het land met de gele bus. Fijne dag.